Rapper Pax the Humanoid werd bekend als frontman voor het succesvolle Utrechtse collectief Kiteman Orchestra. Hij werkte de afgelopen 10 jaar aan een soloalbum. Net zo lang tot hij overtuigd was dat het niet beter kon. Dat was dus eind maart. Maar ja, corona en de albumrelease en tour zijn dus gecanceld. Pax is wel gewend aan tegenslagen en ook aan isolatie, want hij had van zijn 11e tot zijn 16e epilepsie. Viel soms wel 6 keer per dag letterlijk om en spendeerde vele uren alleen op zijn zolderkamer. Waar het begin van zijn muzikale carrière is gelegd. Welkom, Pax. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ik struikelde over alle Engelse termen. Ik moet af en toe even opletten, maar het is Pax. Yes. Welkom hier. Ja, we gaan heel even toch kijken naar Kiteman Orchestra. Want jullie stonden daar op festivals, volle zalen. Even kijken. Graag. We gaan genieten van Kiteman. Wie gaat de popprijs winnen? Kiteman's Hip Hop Fest. I keep struggling. For my own frame of mind. This is what we made of it. Truly, I'm ashamed of this. This is a tale. Ja, hoe is het om dit terug te zien, Pax? Bizar. Ja? Ja, ik ken sommige stukjes wel, maar sommige dingen heb ik nooit teruggezien. Dus dan sta ik nu opeens, oh wauw, ja, die hadden we ook nog. Ja, En jullie hadden fucking, pardon my French, jullie hadden succes. Mis je dit niet? Ja, soms. Het was heel intens. Ik heb ooit een interview na een Pinkpop show gedaan. En dat kopte uiteindelijk dat het was als drugs voor mij. Nou, ben ik nooit aan de harddrugs geweest. Dus voor mij was het echt een beetje een gok. Maar de thrill van zoveel mensen voor je neus is echt heel heftig. Ja. En ik moest daar ook wel een beetje van bijkomen. Ik ben niet als kind nooit gewend geweest om in grote groepen. Nee, maar welk kind is nou... Ja, Michael Jackson is gewend. Ja. Voor zo, maar ja. Welk kind is daar nou aan gewend? True. True. Heel even naar jouw debuutplaats. Hè. Je hebt er 10 jaar aan gewerkt. Ja. Waarom zo lang? Twee redenen. De een was dit. Kiteman was intens en ik had de week nodig om bij te komen van de shows in dit weekend. En ik kon daar gewoon niet zo heel veel anders bij doen. Mm-hmm. En dat heeft ook natuurlijk een heel lange periode geduurd dat we projecten met Kite hebben gedaan. En de tweede was dat ik wilde weten wat er gebeurde zonder deadline. Mm. Ik heb altijd met deadlines moeten werken, zoals iedereen. Maar ik was echt op zoek naar hoe klink ik dan zelf. En wat is je conclusie? Geef toch maar een deadline of vrijheid? Nee, het is, nu wil ik niet weer 10 jaar wachten. Ja, maar ja. Het is wel, ik dacht van hoe kan dit beter, kan dit beter, tot het niet meer beter kon. En dat resulteert in deze plaat. Hier is het album Hoes. We zien daarop een hersenscan. Ja. Dat is een echte hersenscan van jou, hè, toen je 11 jaar was en epilepsie had. Ja. Waarom heb je dat zo gedaan? Er is een beetje een parallel tussen de 10 jaar waarin ik aan die plaat heb gewerkt en de 10 jaar waarin ik ongeveer epilepsie heb gehad. En dat was in beide gevallen een soort van isolement waarin ik mezelf opnieuw heb uitgevonden. Mm. Dus als kind met epilepsie was het lastig om buiten mee te doen, zeg maar, met de rest, omdat alles is gevaarlijk. Je kan vertel eens inderdaad hoe dat was als jongetje van 11 om epilepsie te hebben. Nou, een beetje frustrerend, omdat terwijl je mede-kiddo's zichzelf aan het uitvinden zijn buiten en juist buiten het zicht van hun ouders hun eigen wereld aan het creëren zijn, kon ik niet echt uit het zicht van mijn moeder blijven. Dus ik moest aan de hand over straat. Dat is dan heel frustrerend. Ja. En dingen als zwemmen. Ik wou diepzeeduiker worden. Dat ging niet werken. Want als je een aanval krijgt in het water, dan kan je doodgaan. Dus ik moest, als ik wilde zwemmen, met een zwemvest aan. Mm. Terwijl alle boys van de duikplank gingen. En dat was frustrerend voor mij. Ja. Ja.
Als we terug gaan naar de muziek. Het nummer wat jij zo meteen voor ons gaat spelen is Love Rocks. Hè? Waar een hele mooie videoclip bij hoort. Waar ook epilepsie een rol in speelt. Laten we een klein stukje bekijken van de videoclip. Graag. As a glitch where the eye should be. Windows to the soul of the apple of your eye. Blinded you wonder why and it's fucking with your mind. Next thing you know you're eating catcher in the rye. About to take it out on whoever gives a sign. Hey, I wouldn't mind to save this. I'm a sucker for sense. I make it out of every situation. Give it time. Ja, je ziet eigenlijk dat een man continu valt. Door een soort, door de aarde heen valt. Maar ook op de grond valt. Dat ben jij? Of hoe moet ik het me voorstellen? Ja, als mijn 8-jarige zelf had geweten dat er ooit een levensgrote Davy Edward King dat ze als avatar zou nabootsen. Dan was ik minder onzeker geweest over mezelf. Maar dat is hoe het een beetje ging. En het idee was om te laten zien van hoeveel impact dat kan hebben. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik als kind eruit heb kunnen groeien. Veel mensen met epilepsie die volwassen zijn, die hebben daar de kans niet meer. Want bij jou is het over nu, hè? Ja, ik ben er echt uitgegroeid. Dus dat is ook met heel veel medicijnen en dat is heel fijn. Maar veel volwassenen hebben dat niet dus? Nee, precies. En het idee van de video was dus ook om te laten zien van... Oké, stel je voor dat je gewoon de hele dag maar valt en opstaat. Want dat is wat epilepsie met je doet. Ja, dat is het eigenlijk. Je hebt natuurlijk verschillende vormen. Maar hoe komt dat eruit te zien? Het idee van de video is om de wereld dat te laten negeren... Mm-hmm. En hem zelf met de pijn te laten lopen. En dat we eigenlijk als kijker de enige zijn die het echt kunnen zien. Ja. Het is mooi, je gaat het ook zo van ons spelen. Maar heel even over hoe dat jou dan heeft beïnvloed, hè, epilepsie. Want ik stel me dat zo voor. Jij op je zolderkamertje, we zagen net al een foto voorbij komen. Paxi daar zit te drummen. Het begon ook met dicht te schrijven. Maar hoe ontstond dan... wat is de eerste stap geweest naar muziek dan? Ik was muzikaal aangelegd. Mijn vader was pianist, dus die speelde Mozart van mij. Dat was mijn eerste invloed. Dus daar zat al iets. De hip-hop dan? Toen ik 3 was, achterin de auto, en we brachten mijn broer naar school, was ik al dingen aan het observeren en aan het roepen. En dan kende ik een woord, boom. En dan ging ik daar verder woorden op verzinnen die daarop rijmden. Dus mijn vader die weet nog dat ik, toen ik 3 was, eigenlijk begon met freestyle in die zin. maar dat werd poëzie als kind en dat gingen we dan voordragen. En later, toen ik 12 was, toen kwam Jay-Z zijn eerste plaat in mijn handen. En toen dacht ik, wat is dit? En toen heb ik gewoon die heel hard opgezet. Er was nog geen internet met instrumentals. En daar gewoon nog harder dan Jay-Z overheen gerept. Nee, want dat was toch... Ik weet nog wel dat ik ook met cassettebandjes dan was je aan het luisteren. Record. En dan miste je altijd eerst een paar seconden van het nummer. Ja. Toch? Zo ging dat, die tijd was en dan een beetje zelf een radioshow maken. Yes. Jouw muziek nu, ook dat net wat jouw eigen werk nu... maar ook wat jullie met Kuip en Orchestra deden... dat is echt hip-hop ook met heel veel jazzy invloeden. Ja. Wanneer kwam dan die jazz erbij? Nou, het was... een paar jaar later, dat isolement, dat leverde niet veel vrienden op. Maar er was een meisje die met me praatte op school. En die was fan van Erykah Badu. En via Erykah Badu, destijds keek je in alle boekjes van met wie heeft die samengewerkt. Of wie staat hier allemaal op de plaat. Yeah. Nou, toen kwam ik in The Roots en in The Mos Def en in Common. En de hele neoclassic soul movement met Bilal en D'Angelo en die hele bende. The Roots en daar zat zoveel. Dat heb ik ooit gezien. Daar zat zoveel jazz. Dat ik eigenlijk vanaf daar ben gaan kijken van oké, wat zijn de samples hier in de originals ben gaan checken en toen dacht ik wow, wat een wereld. En we hebben jou gevraagd welke muzikale invloeden jij allemaal had. We gaan één klein audiostukje laten horen van Miles Davis, Flamenco Sketches. Mm-hmm. Ja, vertel, waarom is dit zo belangrijk voor jou? Pieter de Graaf destijds speelde ik mee in een band. Die heeft me een beetje geschoold in jazz. En die kwam voor het eerst met jou, je moet Miles checken. En toen kwam ik achter deze track. En toen, toen heb ik hem op mijn headphone gezet. En toen ben ik in slaap gevallen. En de volgende dag wakker geworden, toen stond hij nog steeds op repeat. Dus okay. Ik heb mezelf geïndoctrineerd met deze... Maar is dat een goed teken als jij in slaap valt met muziek? Ja, ik vind de slaapverwekkendheid een van de magische dingen die je kan doen met een mens. Wij als muzikanten zijn magiërs. En iemand in slaap krijgen met muziek, dat is ik vind dat schitterend. Ik hou van... een van mijn favoriete films is The Imaginarium of Dr. Parnassus. En dat is omdat ik hem... pas na 30 keer heb afgekeken, omdat ik elke keer in slaap viel. Wat een mooie space. Ik hou ervan.